Vandaag zijn we hier in dit gebouw, Denksportcentrum, gestart met de zomerschool. Een zomerschool is een 2 weken durend evenement, zou ik het haast willen noemen, waarin kinderen extra taallessen krijgen. Ja, taallessen over thema bouwen. We zijn de komende 2 weken daarover aan het werk. De ochtenden zijn vooral ingericht op taalstimulering, woordenschat, begrijpen. En zijn we vooral in het Denksportcentrum aanwezig. En de middagen gaan we in de verwerking en dat zullen we vooral op diverse plekken in het dorp gaan doen. Al met al hopen we dat deze kinderen iets krijgen, een basis krijgen om weer goed het nieuwe schooljaar in te gaan. Het is eigenlijk bedoeld om de zomerdip tegen te gaan. Dat is een bekend fenomeen in het land, dat als kinderen 6 weken zomervakantie hebben, dat ze toch, zeker als thuis een andere taal wordt gesproken, wat minder op niveau blijven. Dus vandaar het initiatief om hier in de gemeente de zomerschool te starten. Ik heb het gewoon wel.